Hallo iedereen, vandaag gaan we hutspot maken. Hutspot is een stampot gemaakt met ui, peen en aardappelen. Die gooi je samen in de pan, laat je koken. Zodra het gaar is, giet je het af, laat je klein beetje water in zitten. En dan stamp je het met de stamper. Laten we beginnen. Voor de hutspot hebben we nodig, uiteraard. Aardappelen. Ik heb kant-en-klare aardappelen. Ik heb een hekel aan schillen. Beetje grote pan, dus 10 liter. Moet lukken, denk ik. Daar staan we. Hutspot, 1 kilo. Ik heb 1200 gram aardappels bij de way. Spekkie. Kokos en chu, deze mislukt nooit. En nu ik het gezegd heb, gaat hij gegarandeerd mislukken. Ja, gaan we zo even beginnen. We pleuren alles bij elkaar in. Ik heb de aardappelen. Ik heb de aardappelen nu ingezien. Die pleuren wij er overheen. Dus dan heb je hier mooie dikke tegenhaals. Ziet er nou lekker uit, of niet? Tand ook een ben vergeten de kleding op te laten. Die ga ik vullen in de water. Die is wel positief. Ja, onderwater. Zo houden. Dik, dik, dik. Pleur er zo nog een beetje zout op. En dan gaat hij op het gaas. En dan gaan we later koken. Zo moet je gewoon naar smaak doen. Gewoon wat erin typen. Schuif! Nou, die laten wij staan totdat het water kookt. Op het moment dat het water gekookt is, dan zetten we het zacht. Gooi ik er ook was erbij. En dan begin ik met de jus en de spekjes. Begin ik dan te bakken. In de tijd dat alles klaar is, dan kun je alles bij elkaar flikkeren en dan kun je eten. Dus ik wacht even tot het water gaat koken. Op het moment dat het kookt, dan zie ik jullie weer terug. Hij kookt bijna. Pannetje op. Je hebt één voordeel, je hebt geen boter nodig. Schat zo. Die gaat morgen weg. Als het goed is, moet hij voor 2 dagen zijn, dus als het goed is. Bijna. Voordat ik ben ontzettend ongeduldig met koken. De hele tijd een nummer in mijn kop zit. Dat is zo vervelend. Die kan erbij. En dan laten wij plus minus 20 minuten koken. Ik hou me nooit aan de tijd. Ik ga straks gewoon met mijn vork erin breken. Op het moment dat ze aardappels gevoelsmatig gaar zijn. Maar dan gieten we het af. Nou, de aardappels zijn gaar, dus we gaan zo het hele soortje afgieten. En daarna begin ik met spekjes heb ik al, dus dan begin ik met de jus. En de spekjes ga ik weer eventjes opwarmen en dan gaan we verder. Nou, ik weet niet of je kunt zien, maar ik laat echt een klein bodempje water laat ik zitten. En daarmee ga ik stampen. Pakken wij de stampen en dan gaan we stampen. En eerst gewoon kijken hoe we het zou hebben. Wil je het echt fijner hebben, wil je het niet fijner hebben, wil je een stukje aardappels hebben, wil je het niet hebben. Gewoon op je eigen smaak. Op dit moment kun je er melk en boter in gooien. Ik doe het zelf niet. Maar dan krijg je dus meer een soort aardappelpuree. Idee. Leuk feitje.
Ik wist het niet. In 1574, toen de dijken bij Leiden werden doorgestoken en de Spanjaarden zich plotseling terugtrokken, plunderden de hongerige Nederlanders hun kamp op zoek naar eten. Daar vonden ze een pan met groentebrei die al snel bekend zou staan als hispot. Het bestaat dus al vanaf de 15e eeuw. Ik wist dat zelf niet. Gaan we beginnen met de jus. 25 gram. Zal dat ongeveer zijn. Als de boter gesmolten is, gooien wij hier 250 ml water en een zakje jus, instant jus. Dus alleen maar een kwestie van roeren en even aan de kook brengen. 2 minuutjes door laten koken en je kunt eten. 250 ml koud water. Pleuren wij erbij. Maak wel eens een foutje met hoeveel water en boter ik nodig heb. Maar en dan hebben wij lunch. Ja, tot zover deze video. Ik hoop, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie recept namaken. Dit is trouwens een recept die ik van mijn moeder heb. Dus dit is niet een zelfgemaakt recept of zelfverzonnen recept. Het is niet van internet af. Mijn moeder deed het altijd zo en ik doe het op dezelfde manier. Dus ja, ik hoop dat jullie van genoten hebben. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer te zien. Ja, laters.